Als Smits niet te gek doet en hij houdt het gewoon simpel, dan kan die mee naar de halve finale. Dat gaat in ieder geval gebeuren voor Sjoerd Peter Hellinga. Hem gaan we meenemen samen met Ronald Hermans. Plaats 69 in Draaienberg. Ja, dan komt nog de aanval. De aanval van de Spartaan. Oh, fotofinish hier tussen Apeldoorn en Zevenhuizen. Mr. Bright van Ewijk schrijft zijn naam op bij de boys van 10 jaar, want dit moet zijn baan zijn. Een van de snelste starters in Nederland bij die boys van 10 jaar. En hier zou hij zijn snelheid toch kwijt moeten kunnen. Hij gaat straks mee naar de halve finale. Wie gaat die meenemen? Bjorn van der Pol en Sixe Nijkerk op weg naar de halve finale. We zien ook Luc Bolsten meekomen en Zevenhuizen, Spartanen, Wesley Boonstra. Dat is toch wel de verrassing hoor in deze kwartfinale. Wesley Boonstra mee naar de halve finale.